Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft vanmorgen 2 spuitpompen gedoneerd ten behoeve van de NICU-afdeling van de Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Deze pompen zullen worden ingezet voor de accurate toediening van medicatie aan pasgeboren baby's. Telesuur ontving vorig jaar september een noodkreet via AZP-kinderarts Kevin van het Kruis, waarna Telesuur besloot met de beperkte beschikbare middelen in te spelen op de grote behoefte. De overhandiging is gedaan door Janice Asraf, manager corporate communications van het telecombedrijf. Het welzijn van de samenleving is een van de pijlers van het social responsibility beleid van Telesuur, waarbij er wordt getracht om donaties op zodanige wijze te doen dat meerdere patiënten hier voor langere tijd van kunnen profiteren. Aan de donatie is een bedrag van ruim 61.000 SRD gekoppeld.